Hallo, ik ben Jan Willem van voorbed.nl en in het volgende filmpje gaan we kijken naar het vervolg op de Riemannsom, waarbij dit een rekenopgave is waarbij ik ook meteen laat zien hoe vul je het nu in de TI 84. De opgave die er staat bevat eigenlijk het stukje, stel we hebben de functie i is x kwadraat. Dus hier staat nu een rondje, een beetje onduidelijk door. Ik zet het kwadraat er even opnieuw. Dus i is x kwadraat op het domein 2 tot 4. En ik ga hem in 1000 stappen berekenen. En de vraag is dan, wat is dus het oppervlak onder de grafiek? I is x kwadraat op het domein 2 tot 4. Nou, hoe gaan we dat doen? In 1000 stappen. Dan kunnen we hem natuurlijk al meteen opschrijven. We hebben hier 1000 stappen. Ik noem een stap, noem ik k. En ik begin, omdat ik met een rechte grens bezig ben, bij 1. Dan moet ik de beginwaarde voor x invullen. Beginwaarde voor x is 2. Daar begin ik te werken. Plus, nou, de stap die ik heb, keer de grootte van een stap. En de grootte van een stap kan ik relatief makkelijk berekenen. Namelijk, ik ga van 2 naar 4 toe. Dus ik kan zeggen dat ik totaal 4 min 2... 2 opzij ga, maar dat in 1000 stappen doe. Dus daar komt uit 2000ste. En dat kan ik natuurlijk ook opschrijven als 0,002. Keer, nou, de breedte van een stap, of de grootte van de stap, dus keer 0,002. En als ik deze nog één stapje netter uitschrijf, dan kan ik hier ook van maken, of netter uitschrijf weet ik niet, als ik deze op een andere manier uitschrijf, kan ik beter zeggen, kan ik zeggen dat is dus 2 plus k keer 0,002 in het kwadraat, want de functie x was x kwadraat, dus we hebben gewoon dit ding dat hier staat, vervangen we, dit ding dat hier staat, vervangen we hierdoor, waardoor we gewoon een kwadraatje erbij schrijven, kwadraatje erbij krabbelen, keer 0,002. En dit is natuurlijk hopeloos om met de hand te gaan doen. Daarvoor hebben we een rekenmachine. En als we naar die rekenmachine toe gaan, dan kunnen we, als je de laatste update van de software hebt, die raad ik heel sterk aan, dan kunnen we naar Maths gaan. Dan staat daar, staat in de oude, of in de oude versie staat hij trouwens ook, dan staat er Summation. Alleen in de nieuwe versie staat hij er wat mooier. En daar gaan we invullen. Eerst maar eens het lettertje K. Die kan ik moeilijk zien op dit scherm, dat is altijd vervelend. K is 1 met 1000 stapjes keer. Even kijken, dan gaan we even weer op het bord kijken. Wat stond daar nu eigenlijk precies? Keer 2 plus k keer 0,002 in het kwadraat keer 0,002. Terug naar de rekenmachine, dus 2. Oh, dat gebeurt me wel eens vaker. 2 plus k. Plus k keer 0,002
En dan merk je meteen al dat je hier bijna de fout ingaat, want er moet hier een dubbele haak staan. In het kwadraat. Oh, nu gaat het echt helemaal fout. Ik typ hem heel even opnieuw in, want er ging even iets een klein beetje fout. En dit soort rekenmachines, ik blijf er ruzie mee hebben. Dus, dan hebben we k is 1. 1000 stappen. Haakje openen, omdat we namelijk wat er hier staat tussen haken, of in ieder geval dit stukje zonder die kwadraat tussen haken moeten opschrijven, omdat het anders fout gaat. Nou, snel weer terugwisselen naar dit ding. Dus dan hebben we hier 2 plus k plus k keer 0,002 in het kwadraat. Nee, plus 0,002 in het kwadraat keer 0,002. Dan moeten we hem heel even een tijdje laten doorrekenen. Dat duurt altijd even. En als het goed is, krijgen we daar een mooie waarde uit van 18,67. Hoe meer stapjes we nemen, hoe preciezer het geheel gaat worden. Dus als ik nu bijvoorbeeld zeg van, nou, ik wil gewoon nog meer stappen hebben. Dus in plaats van 1000 stappen, zorg ik ervoor dat ik 10.000 stappen heb. Dan maken we de stapgrootte natuurlijk ook één stapje kleiner. Dan maken we deze natuurlijk ook met een factor 10 kleiner. Dus 10 keer zoveel stappen en alle factoren kun je keer 10 doen. Krijg je dit soort geweldige functies. Go. En dan mag je een hele tijd wachten. Maar als het goed is, komt hij nu nog preciezer uit op de waarde. Nou, T84 zijn niet de snelste dingen. Deze computer is heel veel dingen tegelijk aan het doen, dus dat heeft wat effect op hoe de emulator draait. Maar zolang je hier rechtsbovenin dit leuke balkje ziet draaien, weet je dat je rekenmachine nog bezig is. Merk je ook meteen dat heel veel stappen nemen niet altijd het meest gunstige is wat er is. Ongeduldige mensen. Dan kan ik in de tussentijd natuurlijk wel even reclame maken. Ik ben namelijk zelf Jan Willem van Forberta.nl. En wat is Forberta nu? Forberta is een instituut. Forberta is gewoon een bedrijf. En daar werk ik bij. Ik ben de eigenaar die bijlessen wiskunde, natuurkunde, scheikunde geeft. Examentrainingen wiskunde, natuurkunde, scheikunde. En waarbij je, als het goed is, een hele hoop extra informatie kunt krijgen, waardoor je uiteindelijk hogere cijfers op zowel je testen als op je schoolexamens als op je eindexamen haalt. En oh, wat is het leuk, want in de tussentijd hebben we een antwoord gekregen van het apparaat. En het oppervlak onder de grafiek, als we het zo exact gaan bepalen, is 18,667. Dan zie je ook maar dat dat dit soort aanpassingen erbij maken, dat het altijd leuk is, maar op een gegeven moment dan raak je je precisie een beetje kwijt. Goed, ik heb het
hele reclamepraatje al gehad. Dus ik wil even zeggen, ik ben Jan Willem van voorbed.nl. En ik hoop dat je iets aan deze uitleg gehad hebt. Bedankt. Podcast.